Hallo allemaal bij een nieuwe video van Miranda Creates with Paper. Vandaag maak ik deel uit van de videohop van de Dream Girls, een nieuw team. Superleuk, het is de tweede hop bij dit team en ik zag dat er heel veel dames zich hadden opgegeven. Dus hop lekker verder naar de volgende. Ze zullen vast allemaal hele leuke creaties voor jullie hebben gemaakt. Ik ga vandaag een leuk doosje met jullie maken. Deze. Die heb ik ook voor een aantal van mijn collega's gemaakt. Ik heb de gnomes gebruikt bij deze. Het is een doosje waarvan het deksel eraan vast zit. En als je hem open doet, ik heb er vaccinelichtjes nu in zitten. Maar je kan er natuurlijk snoepjes van alles in doen. De maten zijn ook echt heel makkelijk aan te passen naar een groter formaatje. Ik vond hem gewoon super leuk en ik ga hem met jullie maken. Ik ga een ander kleurtje gebruiken, want dat vind ik zelf altijd leuker. Want dan zie je het mooi, het verschil. Nou, we gaan beginnen. Ik ga mijn papier erbij pakken en noteren. Daar starten we mee. Die ga ik even uitvouwen, want ik heb gewoon nog een heel veel kaartstok. En die ga ik snijden op 22. Bij 20. Dan ga ik hem op de lange kant aanleggen, op de 22 kant, dat is deze. Die ga ik dan rillen op 5, op 10, op 15 en op 20. Voor dit doosje gebruik ik Bermuda W. Mooie kleur. Dan draai ik het smalle strookje naar beneden. En dan ga ik op de korte kant rillen. Op 5. Op 12,5. Op 15. En op 17,5. Dan ga ik de trimmer aan de kant leggen, want die hebben we niet meer nodig. Ik ga wel een liniaal vast erbij pakken en een potlood. Die hebben we wel nodig, want we gaan, ik zal even een template erbij pakken, driehoekjes erin maken. Ik zie al denken, ah, dat wordt meten en snijden. Nee hoor, we gaan het gewoon knippen, komt helemaal goed. Zoals je ziet, is het op de tweede vouwlijn. Dus ik ga hem op de tweede vouwlijn omvouwen. Ik zet hem wel even aan met mijn vouwbeen. Dan leg ik hem zo voor mij neer. Dan pak ik mijn liniaal en ga ik in die vier grote vakjes het midden aangeven. In dit geval is dat op 2,5, op 7,5, op 12,5 en op 17,5. Daar zet ik gewoon allemaal even een stipje neer. Dat is voldoende. Dan ga ik mijn schaar pakken. Ik zorg ervoor dat mijn papier wel dubbel gevouwen blijft. Dan pak ik mijn schaar en ga ik van het puntje naar het andere puntje knippen in dit geval. Ik zet mijn schaar neer en ik knip hem gewoon schuin weg. Dat stukje is weg. Dan ga ik het lijntje invouwen, inknippen, tot de eerste rillijn die ik tegenkom. En ook daar ga ik weer van mijn gezette stip naar het puntje knippen. En als je denkt, ik kan helemaal niet recht knippen, maakt ook niet heel erg super verschil, want dit is het stukje wat je naar binnen vouwt en dat zie je niet. Maar doordat het weg wordt geknipt, ontstaat het mechanisme, zeg maar, zodat je hem kan vouwen.
Dat doe ik bij deze. Dus ook weer schuin inkippen. De laatste. Zo. Even aan de kant. Dan moeten we deze nog. Dus ik begin aan deze kant. Ik zet hem even schuin naar de kruispuntje. Ik moet altijd een kruispuntje toe. Want dan hoef ik hem niet meer schuin in te knippen. En deze knip ik gewoon alweer over de vouwlijn die zichtbaar is. Weg. En dan heb ik mijn driehoekjes en dit stukje. Dan gaan we nog het onderste stukje knippen. Hier ga ik hem ook even een stukje schuin weg, omdat hij dan gewoon net even wat mooier in elkaar valt. De schuine stukjes weg. In de beschrijving zal ik alle maten zetten die ik heb gebruikt voor het doosje. Maar wat ik al zei, je kan hem echt heel makkelijk wat groter of kleiner, hoger maken. Dan moet je gewoon even je maten aanpassen. Kom allemaal prima met dit doosje. Het is gewoon super leuk, schattig. Om even als klein weggevertje. Ik heb het dus met kerst voor mijn collega's gedaan. En die flapjes zijn ook allemaal ingeknipt. Dus ik heb nu precies gedaan wat mijn template ook zei. Nu gaan we vouwen. Nee, ik ga eerst even, dat vind ik zelf altijd wel handig, vast even mijn teer en tape op mijn plakvlakje van het doosje doen. Dan hoef ik dat zo niet meer te doen als alles gevouwen is. Het ligt nu nog allemaal mooi plat. Vind ik fijn werken. Zo. Nee. Dan gaan we hem nu wel vouwen. Ja, we gaan hem nu wel vouwen. De bovenste flap ga ik naar binnen of buiten vouwen. Dus zorgen dat die erop blijft liggen. Goed aanzetten met je vouwbeen. Dan draai ik hem om, want de rest ga ik dus de andere kant op vouwen. Dit wordt je deksel. En die moet er dus overheen schuiven. Dus die blijft mooi aan de buitenkant. Mijn bodem. Zo. Mijn flapje. Zet alles even goed aan met je vouwbeen. Bij deze ook. Zorg dat die dit flapje mooi blijft liggen en dan vouw je hem gewoon mee. Zet even extra kracht hier, want daar vouw je door twee lagen heen. En dan doe je alle stukken, dus hier weer even extra kracht erop. En de laatste. Zo. Ik vind het handig om hier, ik zie dat hij er nog zit, ook nog even een klein stukje weg te knippen. Zodat hij straks mooi wegvalt. Hoeft niet, kan wel. Ik ga eerst mijn doosje even beplakken met DSP. En dat heb ik allemaal al voorgesneden. Dat scheelt weer wat tijd. Ik heb voor DSP uit de Gnome serie gekozen. In dit geval leuke boompjes. Die komen hier en die zijn 4,5 bij 4,5. En zoals ik net al zei, ik zet de maten in de beschrijving eronder. Net als het linkje naar mijn collega demo, die ook hele leuke inspiratie voor jullie heeft gemaakt. Dus dit ga ik even opplakken. Het is natuurlijk vanavond kerstavond. Gaan we nog leuke dingen doen. Ik ben gewoon gezellig met mijn man thuis. Want wij gaan met de eerste en tweede kerstdag lekker weg. Dus wij zijn vanavond gewoon gezellig met z'n tweeën thuis. Ik denk dat we gaan vast wel even iets lekkers eten. En dan lekker een filmpje kijken of zo. Een leuke kerstfilm. En dan
denk ik dat we ook niet heel erg laat naar bed gaan. Want de eerste kerstdag worden we bij mijn moeder verwacht. En de tweede kerstdag gaan we naar mijn schoonouders. Waar we heerlijk gaan eten beide dagen. Ik vind het altijd heerlijke dagen. Wel heel druk, maar ik kan er echt volop van genieten. Zeker nu ik zelf niet meer in de supermarkt werk. Dat is echt... Ik vond altijd de leukste tijd van het jaar in de supermarkt. Maar ik was ook altijd helemaal kapot. Dus ik ben benieuwd hoe ik het dit jaar ga ervaren. Nu ik niet meer in de supermarkt werk. We gaan het zien hoe dat bevalt. Vast wel. Zo. Nou, die zitten mooi vast. De top op de lijn. Nu gaan we hem in elkaar zetten. Ik leg altijd die gewoon even zo neer. Dan pak ik even mijn prikpen om de velletjes eraf te halen. Zo. En dan vouw ik deze gewoon dubbel erop. En dan zit hij eigenlijk al gewoon vast. Dan ga ik de bodem in elkaar vouwen. Ik kijk altijd even waar het tegen elkaar in is geklapt. Dus dan draai ik hem om. Dan weet ik dat dit mijn laatste flap moet worden. Want dan valt hij gewoon, vind ik, altijd het mooist in elkaar. Zo. De bodem plak ik gewoon met lijm vast. Zodat ik nog een beetje kan schuiven. Dat alles mooi recht ligt. Dan zet ik hem neer. Doe ik even met mijn vouwbeen er overheen, zodat het gewoon goed aangedrukt is. Nu gaan we het deksel op zijn plek zetten. Dit kleine flapje steek ik er gewoon tussen. Ga ik nog geen lijm op doen, want als ik hem nu al vast ga lijmen, weet ik al dat mijn deksel niet gaat werken. Dus ik ga hem eerst gewoon rustig op zijn plekje duwen. Zoals je ziet, dan blijft die mooi even openstaan. Die ga ik dus nu gewoon rustig een beetje in zijn vorm duwen. En dan maak ik die vouwlijn even aan. Knijp ik gewoon even aan. Zo, dan zie je dat die mooi open blijft staan. Hij zal in het begin een beetje stroef gaan. Wat je even kan doen is gewoon even een paar keer heen en weer. Zodat hij wat soepeler gaat lopen. Nu doe ik hier een klein beetje lijm. Ik plak hem nog niet vast, want ik ga hem hier pas vastplakken. Zo weet ik zeker dat hij niet te strak zit. En dat een ander hem gewoon nog makkelijk open gaat krijgen. Ik hou hem eventjes vast. Zodat het mooi vast zit zo. En kijk, ik heb een mooi doosje. Bij het andere doosje heb ik een knoopje erop geplakt en twee tekstjes. De tekst komen uit TaylorMade Tech Dies. Die heb ik ook al gestanst. In dit geval een witte en eentje in Bermuda B. Ik heb hier op de voorkant Warm Wishes. Ga ik ze ook op deze stempelen. En op die achterste zou je kunnen zetten van wie het is. Maar ik vond het gewoon leuk om met twee kleurtjes te werken. Net een beetje breken. Het knoopje heb ik ook al uitgestanst. Dat komt gewoon uit het DSP. Je kan hem ook nog zelf helemaal in elkaar zetten. Dat je hem zelf helemaal in kleurtjes gaat stansen. Ook een optie. Maar ik heb vandaag even voor de makkelijke weg gekozen. Het knoopje ga ik met... Dimensionals opplakken, want dan schuift mijn deksel er nog mooi overheen. Dus bovenaan de muts doe ik niks, want die komt precies bij het deksel terecht. En dan blijft die misschien anders wel haken. Dat zou zonde zijn. Een gnoompje plak ik op. Zo.
Ik heb het goed gedaan. Dan ga ik hier een gaatje in maken. Als ik mijn tang kan vinden. Waar heb ik mijn tang gelaten? Even spieken hoor. Hier. Onder mijn snijapparaat lag hij. Hij was in de buurt. Dat wist ik. En zo. Dat is een gaatje. Ik ga hier nog even warm wishes op stempelen. En dat doe ik met Bermuda B natuurlijk. Want we hebben Bermuda B. Die papier gebruikt. Warm wishes. Dan een stukje. Zo. Die gaan we hier doorheen halen. Deze komt heel mooi naar buiten. Doet hij het niet, pak dan even een pincet. Dan kun je hem zo ertussen weg runnen. Ik doe hem meteen dicht als ik ga strikken. Waarom weet ik niet, maar ik vind het gewoon makkelijker. Dan de leuke tekst eraan. Nou, hij wil niet. Yes. En ook hier leg ik een knoopje en een strikje. Deze trek ik niet strak aan, want zo kunnen de tekjes nog een beetje heen en weer. En dan is ook het tweede doosje klaar. Zo ziet hij er al heel anders uit als je dus andere kleurtjes gebruikt. Nou, dit was mijn filmpje voor vandaag. Hop door naar mijn mede-collega die ook superleuke inspiratie voor jullie heeft. Dan wens ik jullie hele fijne dagen en een creatief 2023. En dan zeg ik tot volgend jaar. Doei doei!